De persconferentie over de wedstrijd Feyenoord-PSV begon met iets heel anders. Deze week maakte perschef Thijs Slegers bekend dat de artsen niks meer voor hem kunnen doen. Hoewel tot voor kort leek dat hij kanker had overwonnen. Hij is natuurlijk al lang binnen de club. Veel jongens kennen hem al jaren. Evenals zijn collega's binnen de club. Ja, je weet ook wat voor persoon hij is. En hoe hij gevochten heeft in de periode dat hij te horen kreeg dat hij ziek was. Dan heeft hij voor geknokt en gevochten. En dan kwam hij daar heel goed uit. En dan is dat een positief sentiment. En dan krijg je deze dreun van ongekende orde. Natuurlijk voor hem als eerste en zijn gezin en familie. Maar daarna ook voor collega's zoals wij. En dan doet dat zeer, zeer veel pijn. Daarna was het even lastig om over te gaan tot een vooruitblik. Maar ja, de wedstrijd zit er toch gewoon aan te komen. Feyenoord is natuurlijk de favoriet voor de titel. De stabiliteit, het niveau wat zij elke week halen. Eén keer verloren nog maar. Een trainer die er ook voor het tweede jaar is. Die heeft kunnen bouwen aan zijn team en dat doet hij op een geweldige manier. PSV kan zondag beschikken over nieuwelingen Thorgan Hazard en Patrick van Aanholt. Op de laatste dag van de transferperiode werden ze gepresenteerd als nieuwe versterkingen. De volle 90 minuten spelen zit er voor beide echter niet in. Zij zijn fit, trainingsfit. Ze moeten wel in minuten nog worden opgebouwd. En we kunnen ze niet meteen vanaf het begin over de kop jagen met risico blessures. Dus ze zijn inzetbaar, maar we moeten wel goed kijken hoe we dat gaan invullen komende week sowieso. De wedstrijd is zondag live te beluisteren via Studio 040.